In de nieuwe week is het koud en wisselvallig. Net als afgelopen weekend ligt de temperatuur aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken wordt het 7 graden in de middag te zijn. Nou, die waarde halen we voorlopig niet. Dus hou je jas bij de hand en je handschoenen. Mogelijk halen we die waarde wel op de dinsdag in het westen van het land. Maar verder veelal kille condities op de maandag en ook donderdag en vrijdag. Lage temperaturen met zelfs in de nacht en vroege ochtend kans op een graadje vorst. In het weekend gaat de temperatuur omhoog en ook volgende week hebben we met hogere temperaturen te maken. Dan is het minder koud dan de komende week. Wel is de onzekerheid in de verwachting vrij groot. Daarbij is het dus wisselvallig en kan er neerslag vallen. In de eerste dagen van de nieuwe week is de kans op sneeuw groot zo'n 50 tot 75 procent kans. De kans dat er natte sneeuw valt is het grootst in het oosten van het land. En er valt echter niet zoveel, hooguit 2 centimeter. Maar ja, overdag is het meestal droog. De natte sneeuw die valt met name in de avond en in de nacht. En dan in het oosten van het land. In het westen is het veelal regen wat er valt. En dinsdag is dat hetzelfde verhaal. Vooral in het oosten van het land is kans op natte sneeuw. Maandag verloopt. Grijs en nevelig bij een temperatuur van 4 graden. en een aantrekkende wind vanuit het zuiden. Dinsdag en woensdag ziet het er beter uit. Komt de zon zo nu en dan tevoorschijn. en wordt het overdag 5 of 6 graden. Maar ja, dus in de avond en nacht kan er wat natte sneeuw vallen. met name dus in het oosten van het land. Dan hebben we overwegend droge condities op de donderdag. maar wel met veel wolken. Net zoals de maandag wordt het dan hooguit 4 graden. En op vrijdag en zaterdag is het op een enkele bui na droog en komt de zon zo nu en dan tevoorschijn bij 4 of 5 graden. Dus de komende week is het koud en wisselvallig en is kans op natte sneeuw. Maar ja, daarvoor moet je wel in het oosten van het land wonen en in de avond en nacht kijken.